Je krijgt de bal in je handen en je rent, rent, rent. Niemand houdt je tegen. En ineens is daar de finishlijn. Je draait je om en niemand juicht. Welkom op het YouTube kanaal van Omroep Zwart. Dit is Once Upon a Timeline. Het programma waarin we iedere dag de geschiedenis van vandaag induiken. Het is dinsdag 25 oktober en op deze dag is door de eeuwen heen geschiedenis geschreven. De geschiedenis is eindeloos en onuitputtelijk. Grote gebeurtenissen, kleine revolutie, opmerkelijke verhalen en absurde toevalligheden. De geschiedenis zit vol met dingen die je eigenlijk wel wil weten, maar nooit hebt geweten of bent vergeten. Dit is de geschiedenis van vandaag. 70 jaar geleden alweer kwam de eerste Nederlandse editie van de Donald Duck uit. Het was wat dunner dan de Donald Duck die we nu kennen. Hij was 24 pagina's. Hij was deels in kleur, deels in zwart-wit. En hij was eigenlijk gemaakt naar Scandinavisch model. Even je verslagje intypen in Word. Niet iets waar je nu heel lang over nadenkt, maar in 1983 konden mensen voor het eerst gebruik maken van Microsoft Word. En in 2001 bracht Microsoft weer vernieuwing in de computerwereld met de lancering van Windows XP. For 25 years, Microsoft has been working to take software and build the best possible tool that we can. Wat hebben Katy Perry, Pablo Picasso en Willem Wilming met elkaar te maken? Ze zijn alle drie vandaag jarig. Popzangeres Katy Perry is vandaag 38 geworden. Moderne kunstenaar Pablo Picasso is 141 jaar geleden geboren. En schrijver Willem Wilming zou vandaag 86 jaar zijn geworden. Als je denkt dat je Willem Wilming niet kent, luister dan maar even naar dit liedje. Deze vuist op. Deze vuist op. Deze vuist op. Deze vuist. En zo klim ik naar boven. Ajoepida! Oh! Op 25 oktober 1950 werd Cornelis van Geelkerken veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij was in 1931 een van de oprichters van de NSB en heeft de partij samen met Anton Mussert tot het einde van de Tweede Wereldoorlog geleid. In deze video heeft hij het woord tijdens een eedaflegging waar 3000 functionarissen trouw zweren aan de leider. Ik zweer de leider van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Anton Mussert, Anton Mussert, rouw tot in den dood, rouw tot in den dood. In 1973 overlijdt Abebe Bikila. Deze Ethiopische hardloper won in 1960 de Marathon van Rome en breekt daarmee Olympisch record. Het is ook nog eens de eerste Olympische medaille voor een Zwart-Afrikaans land. Je zou het bijna niet geloven, maar hij doet de hele race op blote voeten. The Olympic Games Marathon. A feat of endurance to test the fittest athletes in the world. Even een blik op het nieuws van vandaag. Misschien heb je het wel gemerkt, of niet, als je niemand om te appen had, maar WhatsApp lag er vanmorgen uit. Het regende klachten en men kreeg op slag digitale afkikverschijnselen. Best gek als je beseft dat we WhatsApp pas sinds 2009 hebben. Maar goed, 30 jaar geleden was de mobiele telefoon zelf alleen iets dat Griet Tietelaar zich voor kon stellen. Mobiele communicatie, het zal een nieuwe range worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. Het is officieel. Rishi Sunak is beëdigd als premier van Groot-Brittannië. Het is natuurlijk nog even wennen, zo ook voor president Biden. And whether it's the United Kingdom or just today, we've got news. Rishi Sunak is now the prime minister. Kijk, deze verspreking zou je over het hoofd kunnen zien. Maar de manier waarop John Travolta de naam van Idina Menzel probeert uit te spreken,
Waarschijnlijk niet. Please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazeem. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is door een Russische rechtbank, ook in hoger beroep, veroordeeld tot 9 jaar cel. Griner stond terecht omdat ze cannabisolie bij zich had. De veroordeling lijkt op een soort showproces in de strijd tussen Rusland en het Westen. Iets soortgelijks gebeurde in 2016 toen de Amerikaanse Otto Warmbier in een absurd proces in Noord-Korea schuldig werd bevonden aan diefstal van een vlag. I understand the severity of my crime and I have no idea what sort of penalty I may face. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness. And I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. Please, I have made the worst mistake of my life. Na een jaar strafkamp werd Warmbier weer vrijgelaten, maar hij overleed een paar dagen later aan hersenschade. Vanavond start op NPO 3 het tv-programma Once Upon a Timeline. Daar duiken onze verslaggevers een historisch verhaal in en elke werkdag zie je hier het resultaat. Vandaag voetbal. Op 25 oktober 1953 kwam de allereerste commerciële voetbalwedstrijd op televisie. Er werd 500 gulden betaald om een wedstrijd van Oranje uit te zenden. Gelukkig won Nederland van België met 1-0 en nu is voetbal niet meer uit de Nederlandse cultuur te denken. Maar wat nou als voetbal nooit op televisie was gekomen? Hoe zou Nederland er dan uitzien? Onze Sjoerd geeft zijn visie op het voetballoze Nederland. Ja, dankjewel Mark. Ik sta hier inderdaad voor het stadion van korfbalvereniging DTS Enkhuizen. En die willen dit jaar gaan uitbreiden. En de raad die gaat daar donderdag over stemmen. En er zijn voor- en tegenstanders. Ik sta hier naast zo'n voorstander. Dat is Harry Otte, fervent korfbalfan. En volgens velen ook een hooligan. Nee. Harry, hoe is het? Ja, goed. Ja, korfbal. Vanavond is je natuurlijk de wedstrijd tegen BTS Bussum. Wat verwacht je van die wedstrijd? Die hebben gewoon een of andere rijke oliesheik. Die hebben alles goed gekocht. Ze komen niet eens kijken. Ze kijken op teletext. Wat was jouw favoriete wedstrijd? Ja, het mooiste is natuurlijk als de man-vrouw verhouding een beetje klopt. Het is belachelijk. Het is belachelijk dat hier gemeenschapsgeld voor naartoe moet. Wat vindt u zelf van korfbal? Hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke tof. Maar ja... En nu wil de partij niemand buitenspel. Die willen tegen gaan stemmen donderdag. Heb je nog een bericht voor die partij? Laat me niet over hun beginnen. Sprak je net Harry Otte. Die zei dat hij altijd bomvol zit. Maar dat klopt dus niet. Hij kan dat helemaal niet weten. Ik ben er toevallig dan zelf maar één keer binnen geweest omdat ik dan een stadionverbod heb. Het komt misschien wel op televisie, maar daar laten ze natuurlijk al die nepbeelden zien. Ja, we hebben afgesproken dat jij deze vraag niet zou stellen, weet je wel. Ik vind het jammer dat je nu korfbal qua daglicht probeert te stellen. Hoe je moet zien, is korfbal gaat het om het zesje, weet je wel? En het zesje, die gooi je zo direct erin. En ja, je moet geen achtje gooien. Kom op, het gaat om korfbal. Het is misschien de nummer 1 sport, maar het is voor mij pas interessant als er voeten worden gebruikt of iets dergelijks. Dan wordt het leuk. Of als die vrouwen apart weer een eigen spelletje mogen spelen. Maar korfbal. Dus te merken, er is nog veel te doen hier in Enkhuizen. Mensen stemmen voor, mensen stemmen tegen. Terug naar jou, Mark. Het zal je maar overkomen. Je speelt American football. Je krijgt de bal in je handen en je rent. Niemand houdt je tegen. En ineens is daar de finishlijn. Je draait je om en niemand juicht. Je bent de verkeerde kant opgelopen. Rugbyspeler Jim Marshall weet daar alles van. It's picked up by Jim Marshall, who's running the wrong way. Marshall is running the wrong way. And he's running it into the end zone the wrong way. Thinks he scored a touchdown. He's scored a safety. Dit was Once Upon a Timeline Online van dinsdag 25 oktober. We zien elkaar morgen. Doei! En wil je nou meer van dit soort content zien? Klik dan op een van deze video's.